We zijn vandaag op het hoofdkantoor van Lely Zorggroep. Daar gaan we in gesprek met Femke IJzinga, zij is praktijkopleider. En zij gaat ons meer vertellen wat het volgen van de opleiding bij Lely Zorggroep inhoudt. Ga je mee? Hoi Femke. Hallo Timo. Zo, vandaag zijn we bij jou te gast in het Skills Lab. En jij bent praktijkopleider van Lely Zorggroep. Kan jij iets vertellen? Wat is een verzorgende IG? Een collega die zorg verleent aan het bed, bij de cliënt thuis of in een verpleeghuis. En niet alleen zorg van wassen en aankleden, maar ook verpleegtechnische handelingen. Je coördineert de zorg rondom het hele proces van de cliënt. En dat doe je eigenlijk als verzorgende IG. Wat is er nou zo mooi aan het werken in de zorg? Het werk in de zorg is prachtig. Het stukje waardering wat je krijgt, dat jij het verschil maakt bij die cliënt thuis. Want jij bent soms de enige die er komt op heel de dag. Het stukje vertrouwen wat je wint. Het stukje dat je mee mag kijken in iemands leven. Dat jij het verschil kan maken. En de andere kant is het heel mooi om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Zodat er goede zorg kan worden verleend. Dat is het hele mooie in de zorg. En het woord dankjewel. Ben je er morgen weer? Dat doet je goed. Je vertelt mooi over wat de zorg inhoudt. Heb je zelf ook een hele mooie ervaring die je kan delen? Ja. Ik heb een ervaring met bijvoorbeeld een zorgmeider. Dat is iemand die geen zorg wil. En dat je daar toch binnenkomt en dat je uiteindelijk toch die cliënt kan helpen van het aanbieden van zorg. En dat je ziet dat iemand dan langzamerhand verandert. Dat ze vertrouwen in je krijgen. En dat ze uiteindelijk gaan beamen van, ja, het is toch fijn dat de zorg er is. De opleiding verzorgende IG die bestaat uit 3 jaar. Wat leer je eigenlijk in de loop van die jaren? Het eerste jaar leer je vooral de basiszorg. Dus wassen, aankleden, mobiliseren van de cliënt. Het tweede jaar leer je voornamelijk de verpleegtechnische handelingen. Zoals injecteren, wondzorg. Heel veel verpleegtechnische handelingen. Het derde jaar leer je vooral het coördineren van de zorg. Dus in gesprek gaan met familie, met huisarts, met een logopedist. Wat zet je in bij welke cliënt? En hoe zorg je dat de juiste zorg wordt gegeven? En daarnaast ga je ook je collega's motiveren door een verbeterplan te schrijven. En verpleegkundige, dat duurt 4 jaar en de mbo-variant. Kan jij ook wat over de inhoud van de opleiding vertellen? Ja, zeker. Is ook het eerste jaar de ADL-zorg. Het tweede jaar is ook verpleegtechnische handelingen, dat je die doet. En dat zijn ongeveer 70 verpleegtechnische handelingen. Dus infusie komt daarbij. Het verwijderen van hechtingen. Dus dat zijn de aanvullende handelingen die je bij de opleiding VIG niet hebt. En daarnaast ga je heel erg je ontwikkelen in risicosignalering. Dat is al heel belangrijk bij de verpleegkundigen. En ook dat je leert onderbouwen waarom je iets doet. Waarom je een handeling doet. Of waarom je bepaalde zorg inzet voor de cliënt. En naast al deze verpleegtechnische handelingen en naast het coördineren van zorg is natuurlijk voor je persoonlijke ontwikkeling ook ontzettend goed. Je leert reflecteren. Je leert je eigen kwaliteiten kennen. En je leert sterker in je schoenen staan met deze opleiding. Dus als ik het goed begrijp, kan je bij Lely Zorggroep de opleiding doen tot verzorgende IG en tot verpleegkundige. Je kan hem doen in de stagevariant of in de werken-leren variant. Je leert ADL-zorg leveren, verpleegtechnische handelingen en werken aan jezelf. Nou, dat klinkt mij echt heel erg gaaf in de oren. Ben jij nou ook aangesproken door zo'n mooie opleidingsplek bij Lely Zorggroep? Ga dan naar werkenmetwaardering.nl en hopelijk zie ik jou snel terug bij Lely Zorggroep.